Hoi jongens, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe vlog van de Hoefwijzer. Ik ben nu weer bij Horse Event, dit is dag 3. Ja, ik moet eigenlijk nog naar binnen, maar ik sta nu al aan de andere kant van het evenement. En je ziet nou dat Tim Lips aan het rijden is. Hij heeft voor Nederland in Rio gereden en hij rijdt hier dus nu. Ik zal het even filmen. Vandaag heb ik ook weer een meet and greet en dat begint zo. En wat heel grappig is, is dat mijn meet and greet na Ankie van Gunsven is. Vind ik al heel bijzonder eigenlijk. Dus we gaan heel even die kant op. Oh, jij heet Marina, toch? Ja. Ja, je bent blind. Ja. Oh, ik ken je YouTube-kanaal. Ja. Dankjewel. Hartstikke handig, man. Een kaartje. Super. Heel erg bedankt. Zullen we samen foto's? Ja. We gaan samen elkaar staan, een beetje bukken. Ja. Blijf echt vooral zo doorgaan met je kanaal, want ik vind het echt heel tof wat je doet. Dankjewel. Misschien kunnen jullie een keer samen een video opnemen. Ja, wie weet. Dagen we je uit om blind op paard te rijden. Oh, dat zou heel tof zijn. Echt super cool, want ik ga met Fenna een video opnemen en dan gaat ze ook geblind paard rijden. Geblind ook. Ik vind het echt heel cool. Vandaag mag ik weer een winnaar uitkiezen. En ze moeten natuurlijk eerst een eigen paard hebben. En ja, ik ga even grommelen. Ja, deze heeft de prijsvraag goed. En de winnaar is Merel Meijer. En er zal contact met je opgenomen worden door de stand hier, de BR. Hartelijk gefeliciteerd en ik hoop dat je met de prijs heel blij bent. Zo, ik heb net een meeting gehad en er kwamen weer een heleboel mensen naar me toe. Ik vind het gewoon zo leuk om een kijkers te ontmoeten en we lopen nu naar binnen toe. Want Romy die heeft als het goed is nu een wedstrijd met Mol met je knol. En we gaan even kijken of ze nog aan de beurt is of iets. Oké, ik kon Romy dus niet vinden, maar ze staat gewoon hier. Hey. Ja, ik kom je even supporten. Ja, jeetje. Oh. Hey Sjaan, zie je er mooi uit. En heb je een beetje zin in? Ja. Ja, ik heb er wel zin in. Ik ben heel benieuwd. Ja, ik zie nu al een beetje hoe het dan zo meteen gaat. Maar ik hoop dat het allemaal lukt zoals het in mijn hoofd heb en dan komt het goed. Wat heb je trouwens een gaaf ding? Ja, die hebben we dus net gekocht voor Sterren, want hij rijdt heel graag zonder zadel. Oh ja. Yeah. Maar dat is niet beter. Maar ik dacht, dan mag ik hem vast wel even nemen. Yeah. Romy is nu aan de beurt en ik ga natuurlijk even supporten en wat filmen voor haar. Ik sta hier met het zusje van Romy en wij gaan samen haar dus even supporten. En wij denken dat ze als eerste moet, maar ze zei net nog dat ze dat eigenlijk niet wilde. Oh, dit paard wordt nu naar voren gebracht, dus waarschijnlijk moet ze het niet als eerste, maar ze zit er al wel op. Dus ja, we zien het zo wel. Oh, when I think I've got your smile, oh, you know I'm walking.
vond je het gaan? Oh, dat was echt lief. Ja, hè? Dat ging goed. Het zag ook heel mooi uit. Ik had een hele last van mijn schouders of nou. Ik was echt zenuwachtig dat ze het eng zou vinden. Iets anders, maar ze was echt heel lief. Kom maar hoor. Helaas niet gewonnen. Ze is wel tweede geworden. Dat is natuurlijk ook hartstikke knap. En ja, ze zijn natuurlijk ook heel blij voor haar. Denk je dat ze ook een prijs krijgt? Ja, ze krijgt zo'n hammer. Nou ja, ook superleuk natuurlijk. Wat zit er allemaal in? Een pet. En oh, dit vind ik leuk. Boekjes. Oh, zo'n hesje. Voerschep. Voerschep? Inderdaad, jij neemt er één mee en één mee. Doei! Ook deze derde dag was echt super leuk. Er kwamen heel veel kijkers naar me toe. Echt wauw. En daar wil ik jullie ook super erg voor bedanken. Volgend jaar probeer ik ook zeker weer naar Horse Event te komen. En ik hoop dat jullie dit verder een hele leuke vlog vonden. Vergeet daarom ook zeker geen duimpje omhoog te doen. En te abonneren als je dat nog niet hebt gedaan. En dan tot de volgende keer. Doei doei!